Na een voorbereidingsperiode van ruim 2 jaar is het dan nu toch zover. De eerste zonnepanelen worden gelegd op het project van Zon op Zoeterwoude bij Kaasboerderij Van Veen. Met het insteken van een stekker activeerden Sjaak en Karin van Veen zaterdag de ruim 300 zonnepanelen die ze op hun stal in Zoeterwoude lieten leggen. De panelen leveren meer elektriciteit dan de familie zelf nodig heeft. Onder de naam Zon op Zoeterwoude kunnen inwoners uit de regio certificaten kopen en meegenieten van de duurzame energie. Postcode Roos betekent dat we zitten nu in het gebied van 2381, dat de omliggende postcode ook mee kunnen doen. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld in Hazerswoude-dorp, dat ligt hier ook aan vast, kan je ook hier certificaten krijgen en dan kan je ook gebruik maken van die regeling die maakt dat je de energiebelasting terugkrijgt. Dus als je het thuis hebt, dan lever je terug en hier krijg je belasting op de energie terug die je hier produceert. Ook wethouder Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie, Ruud Bouter, was bij de feestelijke start aanwezig. Een heel mooi initiatief en daar ben ik heel erg blij mee. Het is dus een zonnecollectief en je kan dan in een coöperatie kun je deelnemen erin en meedoen. En die hebben we vandaag geopend en daarom dit drukke bezoek. Het is uniek in Europa wat Zoeterwoude voor elkaar krijgt. Nou, ik heb het een beetje vergeleken met de top die in Madrid heeft plaatsgevonden. Ja, en daar konden de regeringsleiders het niet overeenkomen wat er nou moet gebeuren als het gaat om de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs. En toen heb ik dat gelijk de koppeling gelegd naar Zoeterwoude. Hier in Zoeterwoude zijn we het snel met elkaar overeens en hebben we al het eerste stukje energietransitie voor elkaar met dit burgerinitiatief. Gaan we heel Zoeterwoude volleggen met zonnepanelen? Nee, dat lijkt me wat te ver gaan. We proberen wel zoveel mogelijk panelen op daken van huizen, maar ook daken van gebouwen, zoals hier dit agrarische gebouw, te plaatsen. En dat levert heel veel op. Helemaal vol. Dat is nog een hele lange weg te gaan. Dus we gaan het wel proberen. We hopen dat dit initiatief ook een soort spin-off heeft naar andere ondernemers om op hun daken zonnepanelen te leggen. Het is een soort ambassadeur geworden en we hopen dat dat gaat werken.